Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Als je denkt, jij zat in het achterhuis. Nee, dit is mijn kamer. Dus voor de mensen die dat nog niet hebben gezien, hoop ik ga bijna op mijn mic hier door die koffer die hier op de grond dwaalt. Ja, het is intussen al woensdag. Ik ben natuurlijk zondagavond aangekomen. Maar het is natuurlijk een beetje een emotionele rollercoaster geweest. En ik zit weer te hijgen, want ik moest de trap lopen, joh. Dat is allemaal heel vermoeiend. Maar maandag was heel mooi, heel emotioneel. Het was wel een hele mooie dienst. Dus in ieder geval op een goede manier. Het is allemaal goed verlopen verder. Ik was er gisteren ook nog wel een beetje, moest ook wel een beetje van bij komen ofzo. Dus ik had niet zoveel zin om te gaan vloggen en zo. Ik ben wel naar de kapper geweest. Ja, je ziet het nu niet echt, omdat dit ook nu een beetje een rotzootje is. En ik ga nu zo meteen met een paar vrienden naar Palm Party House. Gaan we even bowlen. Ja, eventjes weer een beetje teambuilding, want die zie ik natuurlijk ook al best wel lang niet meer straks. Dus dat gaan we nog eventjes doen. En dan ga ik jullie weer laten zien. Dus zoals ik zei, hier is mijn kamertje. Met Milaan foto's uit 2013. Ik weet ook niet waarom die er nog tussen zijn. En een mooi bouwtje van mijn intratuin. En een pandabeertje. Ja, een spiegel, zoals je ziet. Coldplay. Die moet er gewoon bij hangen natuurlijk. Ja, het is een lekker compact kamertje wel. En hier een leuk tasje die ik van Ruben heb gekregen voor mijn verjaardag. Heeft hij zelf gemaakt. Vancouver ding. Zo moeilijk om te wijzen als je niet ziet waar je naar wijst. Ja, dus dat is mijn kamer. Ja. Ja, we zijn nu bij het bowling center. In een vlog. Ja. Oh. Welkom in mijn vlog, Amber. Nee. Nee, die wil je helemaal niet. Amber heeft net gewonnen en ik ben tweede geworden samen met Desiree. Ik sta nu tweede. Ja, maar dat boeit niet, man. Hey, en we hebben patat. Ja joh, prop het allemaal in je mik, joh. Ah. Doe het alles allemaal tegelijk, hè? Waarom ook niet. Ja. En dit zijn vegetarische snacks voor wat er van over is. Ja. Snacks! Hele goede dag. Het is donderdag, mijn laatste dag in Nederland alweer. En er staat veel op het programma. Ik ga nu naar Daan zijn huis. Hij heeft vandaag zijn sleutel gekregen. Dus kan ik nu mooi nog even zijn huis zien voordat ik terug ga. Daarna ga ik naar de intratuin. Natuurlijk weer eventjes gezellig met mijn collega's babbelen. Weten zij nog niet, maar dat, daar heb ik al zin in. Ik mis het wel, hoor, de intratuin. Gek genoeg. Het is toch wel een leukste maandje die ik tot nu toe heb gehad. Dus dat mis ik wel. Dus daar ga ik dan zo meteen met Melissa naartoe. Melissa is hier ook eventjes. Toevallig in Nederland. En daarna ga ik naar Breda toe om nog eventjes met mijn studievrienden wat te eten. Dus veel op het programma. Hallo. Ja, je bent aan het vloggen. Ja. Welkom in mijn huis.
Broekkamer. Ja. Gaspacheltje. Ja, nou leuk joh. Leuk, hè? En verder. Nou, hier stappen we de hal in. Een kapstok. Voordeur, meetkast. Kijk, altijd goed om te hebben. Ja, ja, dat is lastig zonder. Slaapkamer, schitterend bang. Pittig bangetje. Doen. Lekker pittig. Gordijntje. De hobbykamer. De hobbykamer, de mancave. Goed. Oh ja, daar. Ja. Keyboard, stoelen. Ja. Ja. Dat moet je ook hebben in huis. Dat is wel handig. Ja, alles gaat stinken. Keuken. In de keuken. Voorraadkast. Kijk. Koelkast. Ook heel belangrijk. Kamer. Ah, goede inhoud. Zeker. Oven. Okay. Kastjes. Kraan. Ook heel belangrijk. En de badkamer. Een douche. Een wastafel. Kijk. Een kledingwasmachine. Komt vanzelf. Ja. En een schitterende. Ik zit bij Melissa in de auto en we gaan naar de Intratuin toe. Alsof we niet weg zijn geweest. Heb je er een beetje zin in? Jawel. Lekker naar je oude werk. Hè. Ja. Dan ben je een paar dagen in Nederland en dan ga je naar je oude werk. Hè. Ja. Er zit een bepaalde emotie aan vast, denk ik. Zo, we zijn er weer hoor. Melissa denkt, ik zet de auto op een kilometer afstand. Kunnen we nog even lekker nat regenen. Vinden onze haar ook heel leuk natuurlijk. Nou, daar gaan we. Zo, nou, we lopen nu de kerstafdeling op. Ja. En al mijn geliefde collega's van de afdeling zijn er niet. Allemaal, hè? Zijn op vakantie of vrij of zijn een huis aan het verbouwen. Ja. Nou, gezellig, dus ja, fijn. Moet het toch maar met Melissa doen dan, hè? Ja, helaas. Ja. Dat is alles wat we krijgen. Hollands kaasbroodje bij de Intratuin. Nou, ik ben intussen Ameland in Breda en we gaan nu snel eten. Ik ben een beetje laat. Zou weer veel te lang te lullen met al die collega's, joh. Ik ben volgens mij 2 uur in Intratuin geweest of zo. Ja, iedereen is er al. Ik ben lekker casual late. Nou, eigenlijk ben ik gewoon laat, maar ach, hè, casual, dat vind ik nog positief. Nou, eten. Nou, als je denkt, nou, die is weer mooi in Stockholm, dan heb je het mis. Ik ben niet in Stockholm, vriend. Nee, ik zit in Polen. Ik ben in Gdansk, zoals dat mooi heet. Ja, ik heb best wel last met het geboekt, dus er was geen directe vlucht meer. Dus nu moet ik hier overnachten in Gdansk. En moet morgen om 6:30 een vliegtuig pakken naar Stockholm. Dus we gaan nog even wat van Polen zien. Nou, dat had ik niet verwacht dat ik dat nog zou doen. Maar ja, hè? Zo loopt het ineens. Serieus, 3 uur 's middags. 3 uur. Maar het wordt wel donker, joh. Die is gewoon pleit over een half uurtje.
Ja, nou, dan wordt wel lekker Gdansk in het donker bekeken dan, hè? De Gdansk echt niet, hè? Nee. Die snapt jullie niet, hè? Nee. Als je denkt, nou, gaat hij nou op de parkeerplaats slapen? Ja, eigenlijk wel. Kijk, mijn hotelkamer zit gewoon op de parkeerplaats. Nou, we lopen naar binnen. Hier een bureautje met wat waterthee en koffie. Hier is alleen het politiebureau, zender iets. Dus dat is niet zo boeiend. Ik heb een stapelbed voor mezelf. Ideaal. En dit is dan mijn mooie badkamertje met een douche en een wc. Het is een compleet nieuwe badkamer, dus ik ben wel tevreden. Maar nu is het zaak om zo snel mogelijk in de stad te komen, want anders dan hebben we helemaal niks meer te zien en te doen. Jongens, je gaat stuk. Je gaat echt stuk. Ik had de trein gepakt naar Gdansk. Nou, bleek niet de trein naar Gdansk te zijn. Ik ben in Gdynia. Gdynia, de vrouwelijke versie van Gdansk volgens mij. Dus, ja, dat is kut. Nou, zoals je ziet, ik heb het gehaald. Het is donker intussen. Het is een soort van midden in de nacht, maar ook weer niet. Ik ben even wezen eten net. En nu gaan we eens even kijken hoe gezellig Gdansk is. Maar mooi is het zeker, ik vind het echt, het bevat me goed. Mijn keuze is gemaakt. Als ik nog een keer moet trouwen, dan gaat het wel in deze stad gebeuren. Ja, het is wel een uitzichtje hoor. Het is echt een bijzonder mooie stad. Jammer dat ik hier niet meer dagen ben, want het is echt, het is toch wel een stuk mooier dan ik dacht. Nou, ik dwaal nog steeds door de stad en nu ga ik wel zo meteen terug. Want ik ben toch best wel moe. Het is echt nog hartstikke vroeg. Ik weet niet hoe laat het is, voor mij een uur of acht of zo. Zeven, acht, weet ik niet. Maar het is alweer mooi geweest. Ik had geen oplader bij, mijn telefoon was leeg. Dus nu heb ik speciaal een powerbank gekocht en een snoertje. Hop, weg geld. Maar ja, weet je, het komt altijd wel weer een keer van pas. Hè? Zo'n powerbankie of zo'n draadje. Je weet maar nooit wanneer je het echt nodig hebt. Dus, het is een... Daar viel iets. Het is een investering, zeg ik dan maar. Een hele goede morgen. Het is 5:10. Het is echt bijzonder vroeg. En ik moet alweer door de douane heen. Dus het wordt een zware ochtend. Ik heb het er moeilijk mee hoor. Maar het is wel grappig, want ik werd gewoon voor de wekker wakker. Zo gaat het lekker, hè? Voor de wekker wakker, ja. Ik had de wekker om 4:30 gezet. Ik werd 4:30 wakker. Nou, is dat wat. Zo, ik ben weer in mijn paleisje in Zweden. En ik ga de vlog afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Het was weer een bijzondere week. Veel gebeurd, veel gedaan. En ik kom nu ook echt nergens aan toe. Ik zit allemaal nog een beetje deze week een beetje te verwerken en een beetje bij te komen.
Dus eigenlijk moet gewoon het huis moet ook weer van alles gebeuren. Schoonmaken en al dat soort meuk. Maar kom er niet aan toe. Dus het was ook weer een bijzondere paar dagen zo. Maar morgen wel lekker aan het werk. En dan is alles weer zoals het was. Hele fijne week.